Hoi en welkom bij Tijd Voor. Vandaag gaan we een beterschapskaart maken, want ook die zijn heel lief om te geven. Wat heb je er allemaal voor nodig? Een kaart, twee kleuren fijnschrijvers, twee pleisters en twee stukjes van dat zachte spul van de pleister. Onder muzikale begeleiding laat ik je zien hoe je de letters schrijft voor deze kaart. Wanneer de letters mooi zijn geworden en helemaal naar jouw zin, kan je de pleisters ertussen plakken en dan is jouw kaart klaar. En de keuze van de pleisters ligt helemaal bij jou, of het nou voor een kind is of voor een volwassene. Dit was een voorbeeld van een leuke, simpele, maar toch lieve kaart om te sturen. Wil je nog meer ideeën opdoen? Ga maar even naar mijn website.